Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben met jullie over iets die heel belangrijk is voor mij en die ook mijn leven een klein beetje heeft gevormd, namelijk mijn gewicht. Ik was niet altijd wat molliger. Vroeger, toen ik jong was, voor mijn puberteit, was ik echt dit of zo. Ik was echt super mager. Stelletjes aan ben ik dikker beginnen worden en dikker en dikker. En in het middelbaar hadden ze het daar wel af en toe een keer over. Zeker bij het CLB, die vond echt dat ik moest gaan vermaren. Maar toen was ik daar helemaal niet klaar voor. Later, aan het einde van het middelbaar en begin van mijn hogere studies, was ik daar wel mee bezig. Ik heb heel veel verschillende keren geprobeerd om gewicht te gaan verliezen, maar dat lukte me nooit. Het ging een paar weken en dan was ik terug bij af. En dan was het bekende jojo-effect in werking. Je verliest een paar kilo en je komt dubbel zoveel kilo aan. En daarmee heb ik heel veel gestruggled tot op het moment dat ik dacht, nu wil ik van mijn lichaam gehouden. Dat was ook in een periode waar ik niet zo zelfzeker was over mezelf. Omdat ik geen werk vond en nog zo van die dingen. En daardoor heb ik eventjes mijn gewichtsverlies op nul gezet. Ik vond het belangrijk om van mijn lichaam te gaan houden. Zonder te moeten kijken naar al die stukjes die er te veel aan waren. Ik ben beginnen mensen volgen die wat dikker waren. Plus size modellen beginnen volgen. Een Facebookgroep beginnen actief in deel te nemen. Omdat je daar lichamen ziet zoals jij. En geen strakke modellen of tv-acteurs of actrices met een maatje die perfect is. Nee, daar zie je ook gewoon mensen. En ik heb dan ook gewoon mijn kleding gevonden. Ik ben beginnen winkelen via ASOS, via de H&M Plus Size collectie, de Forever 21 Plus Size collectie. En doordat ik kleding had die me paste, waar ik me ook goed voelde, die mooi was, ook voor iemand van mijn leeftijd, waar heel vaak als ik dan iets grotere maten vond, waren dat zo dingen voor mensen die dubbel mijn leeftijd zijn. En daar had ik gewoon geen zin in om zoiets te dragen. Dus ik voelde me altijd heel ambetant in winkels. En toen ontdekte ik het online shoppen dat goedkoop kan zijn. Of toch normaal geprijsd kan zijn. En toch heel mooie items heeft. Zoals H&M Plus, zoals ASOS, zoals Forever 21 Plus. Die zijn allemaal goede prijzen en toch mooie kleding ook. Maar in december 2018 dacht ik van, alles zit nu goed, ik ben gelukkig. Ik wil nu aan mijn gewicht gaan werken. Ik heb terug zelfvertrouwen. Ik wil nu aan mijn gewicht gaan werken. En toen ben ik naar de dokter geweest. En ja, gezegd, mijn problemen uitgelegd. En dat ik daar iets aan wou doen. Toen heeft ze gezegd, ja, er is aan de ene kant een diëtiste die je moet gaan vinden. Aan de andere kant kan je gaan sporten. Oftewel mijn sportcoach. Oftewel via een ziekenhuistraining. En ik heb het ziekenhuistraining gekozen. Gewoon omdat je dan half verplicht wordt om elke keer te gaan sporten. Ik ben dan begonnen te sporten elke maandagavond en elke donderdagavond in het ziekenhuis in Ieper. En dan ben ik ook naar een diëtiste op zoek gegaan. Iemand die me leuk leek. Iemand die waarmee ik online al een band had. En die heb ik gevonden. En uiteindelijk ben ik dan op 1 januari voor het eerst bij haar geweest. En
Ik kan jullie nu even zeggen met welk gewicht ik eraan begonnen ben. Want ondertussen zijn we al 27 februari als ik dit opneem. Ik vond het wel leuk om er een soort dagboek van te gaan maken. En dat ga je in de volgende afleveringen zien. Elke keer op woensdag afgewisseld met mijn tuinvlogs ga je ook mijn nooit meer diëtenvlogs zien. Dat is de naam die ik er trouwens voor heb gekozen. Ik begon op een gewicht van 137,2. Ik weet niet of ik dit hier ga laten, omdat ik dat een enorm bedrag vind. En veel mensen zeggen ook wel, je ziet dat niet aan jou, maar ik voel dat wel. En ik heb ook heel veel overgewicht. Ik heb meer dan 50% vet in mijn lichaam. En daarom vond ik het ook belangrijk om daar iets aan te gaan doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om heel mijn journey te zien. Als jullie meer video's aan dit topic gerelateerd willen zien, laat het dan zeker even hieronder weten. Dan neem ik dat mee naar de volgende video's. En ik dacht om nu nog een paar foto's van toen ik jonger was te laten zien hierna. Dus ik hoop dat jullie dit een mooie video vinden. Ik hoop dat jullie mij heel hard gaan steunen tijdens dit proces, want dit wordt niet gemakkelijk. Dit is ook niet iets die in 3 maanden gaat gedaan zijn. Nee, dat wordt een gewoon ja, iets voor het leven, denk ik dan. Het gaat zeker nog een jaar duren tegen dat ik op mijn streefgewicht zit. En dat is normaal, want ja, voor mijn streefgewicht moet er bijna de helft af. Dus. Zo, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En eerst nog hier een slideshow met foto's van vroeger. Doei!